Het Goffert-treintje rijdt al een hele tijd niet meer. Maar nog steeds zet een stichting zich in om het treintje ooit weer terug te laten komen. De rails en het treintje liggen op twee aparte locaties opgeslagen, maar de rails moeten daar deze week nog weg. Iets wat indirect ook de mogelijke terugkomst van het treintje in gevaar brengt. Zonder opslagplaats voor de rails van het Goffert-treintje moeten de rails weggegooid worden. En dat is zonde, vindt Gerry van Kampen, fractielid bij Stadspartij Nijmegen. De partij doet een oproep in de hoop zo snel mogelijk een nieuwe opslagplaats te vinden. De plek waar het nu ligt, bij het werkbedrijf, daar moet het weg, omdat het pand verkocht is. En er komt een nieuwe eigenaar voor en die heeft een andere bestemming voor het pand. En die heeft daar dus geen ruimte meer voor. Dus we zijn heel erg op zoek naar een ander plekje. En er zit enige haast achter, want de rails moeten al snel weg. Vrijdag? Ja, het moet eind deze week moet het weg zijn. Dus ik weet niet waar ik het neer moet leggen. Binnen of buiten, de plek maakt niet veel uit, zolang de rails maar veilig liggen. En dat is nog een flinke klus, want de rails zijn 12 bij 8 meter. Dus het is nogal wat. Het is wel, je moet wel ergens een grote achtertuin hebben, wil je dat kwijt kunnen. Als het maar ergens kan liggen, waar het voorlopig kan blijven liggen. Weggooien is zonde. En zoals het er nu voor staat, gaat het wel gebeuren en gaat het weggegooid worden. En dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dat zou niet gelijk het einde van het Goffert-treintje betekenen. Maar het maakt het plan om het treintje terug te brengen wel een stuk moeilijker. Nee, dat hoeft natuurlijk niet het einde te betekenen van het stoomtreintje, maar dat betekent wel gewoon extra kosten. Want dan moet je dus, als je straks het treintje wil laten rijden, moet je dus een nieuwe rails laten maken. En dat zou echt zonde zijn. Stichting Stoomgroep De Goffert zet zich nog steeds in op de terugkeer van het Goffert-treintje. Maar het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Ja, de plannen om het treintje terug te laten komen, die zijn er nog steeds. En daar moeten we ook gewoon, wat mij betreft, heel erg mee doorgaan. Maar het heeft allemaal tijd nodig, omdat dingen vertraagd worden met een bouw van het stadion en de bouw van een theehuis wat gaat komen. Dus daardoor gaan dingen gewoon langzamer dan je uiteindelijk denkt. Van Kampen is al enige tijd op zoek naar een nieuwe opslaglocatie, maar nog zonder resultaat. Verschrikkelijk. De zoektocht gaat verschrikkelijk. Ik kan niks vinden. Ik heb echt iedereen die ik ken gebeld, gedaan, gemaild, geappt, weet ik wat allemaal. Dus als er iemand is die zegt, nou, bij mijn achtertuin kan het wel. Of ik heb nog een plek over in een loods of buiten. Het maakt allemaal niet uit. Heel graag met mij contacten en dan gaan we die rails ophalen.